Dank jullie wel om hier vanavond hierbij te zijn. We hebben een tijdje stilgelegen en we vinden het fantastisch dat jullie met zoveel terug aanwezig zijn. Arion en ikzelf heten jullie van harte welkom op ons kerst-lenteconcert. Je moet begrijpen, ik heb al twee keer een speech moeten voorbereiden voor een kerstconcert. Ik was even zeggen. Nee. Een nieuw welkomstwoordje dus, voor een nieuw concert, maar wel nog wel onze kerstliederen die wij voor jullie voorbereid hadden. Wel afgewisseld, maar dan hebben we ook een zomerslied tussen. Snow in Spring wisselt namelijk kerst- en lentemuziek af, zodat we jullie een mooi overzicht kunnen geven van het repertoire dat wij de voorbije twee jaar ingespeeld hebben. Want je mag dus weten dat ze een concert voorbereiden dat dan niet vanzelf gaat. Elke maandagavond hebben wij een intensieve repetitie. En dat is ook echt nodig, want persoonlijk vind ik in koor zingen een ultieme vorm van teamwork. Als stemgroep moet je namelijk dezelfde noot zingen op exact hetzelfde moment, in exact hetzelfde timbre, met exact dezelfde klank. En dan moeten die verschillende stemgroepen ook nog eens perfect samen klinken voordat je een mooi, stabiel geheel krijgt. Daarvoor moet je dus als koor perfect op elkaar afgestemd zijn. Maar het mooie resultaat en de sterke band die je ervoor terugkrijgt, ja, dat is gewoon fantastisch. Bon, de ideale sales pitch van iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen en om mee te komen zingen, moet je achteraf bij de koorleden melden. Nee, even serieus, ik vertel jullie dit omdat ik nu alvast de dames achter mij zou willen bedanken voor de inzet en motivatie die ze eigenlijk elke week terug meebrengen. Als dirigent is het fantastisch om met zo'n fijne, getalenteerde groep te mogen werken. Dank jullie. Ik had eigenlijk ook welkomstwoord in gedachten, want jullie komen toch vooral voor de muziek, denk ik dan. En ook wij zijn er helemaal klaar voor, om het beste van onszelf te geven. Dus wens ik jullie nu enkel nog heel veel luisterplezier. Seem an impact.
wieder bedanken. Thank you.
gebeurt, om nog eens een video te geven als een familie komt tegen. En dan is er een heel bijzonder iemand die we willen bedanken. Toen hij 5 jaar geleden de taak kreeg om dirigent te worden en die ook overnam, hadden we niet verwacht dat we nu pas ons eerste concert gaan doen. Het was niet bepaald eenvoudig voor koorzangers en dirigenten tijdens de coronacrisis. Muziek repeteren en niet kunnen uitvoeren. Elke keer opnieuw moeten we opstarten, met de mondmaskers op afstand zingen. Ik hoop de lucht repeteren, omdat het nieuws was. En daarvoor ook door de wisselende aanwezigheden, omdat mensen gewoon dat ze zaten mogelijk spuiten, in quarantaine zaten mogelijk corona hadden, dus dat was niet altijd eenvoudig. En toch maakte Dries er 2 van de topste jaren van, die we altijd haar hebben genoemd. Zijn eeuwige optimisme en enthousiasme, het zichtbaar, heel zichtbaar genieten van het dirigeren, en lang op zijn gezicht tijdens de intensieve repetities, het voorlichten onze maatschappen enorm. Van mijn start van zijn engagement bij Arion wisten we dat Dries internationale werkcondities had. Maar wat we niet hadden verwacht, is dat we door de coronacrisis ook nog eens zo weinig tijd samen zouden hebben tot die dag kwam. Ons eerste concert in de avond zal meteen ook ons laatste zijn. Want volgende week stapt hij op het vliegtuig naar New York. Tenzij hij door dit goede concert. Ontzettend hartelijk bedankt voor de 2 jaar en het geweldige concert en met een heel groot applaus bij jullie.